De eerste die je noemde, hè, arbeidsdiscriminatie, kun je daar iets over vertellen? Wat ga je dan anders doen? Wat we zien is dat met name mensen met een migratieachtergrond een hogere werkloosheid kennen in Utrecht. Er is nog steeds veel sprake van arbeidsmarktdiscriminatie. Ik kom dagelijks mensen tegen die zeggen van ik kan geen stageplek vinden. Ik ben met mijn hoofddoek ergens niet welkom. Ik word vanwege mijn naam gediscrimineerd. Ik word niet uitgenodigd op gesprekken. En elke persoon is wat ons te veel. En dat gaan we bestrijden in Utrecht. Hoe ga je dat bestrijden? Want er zijn heel veel plannen. Ook in Den Haag zijn er plannen geweest. Bijvoorbeeld anoniem solliciteren. Hoe staan jullie daar tegenover? Wij zijn principieel tegen anoniem solliciteren. Wij vinden namelijk dat het probleem van discriminatie wordt belegd bij het slachtoffer van discriminatie en niet degene die discrimineert. Laat ik het zo stellen. Je hebt een bedrijf die discrimineert, hè? En wordt vervolgens tegen degene gezegd die gediscrimineerd wordt van verberg je naam, verloochen daarmee je identiteit. En dat vinden wij niet goed. Dat vinden wij zeer kwalijk. Wij vinden dat mensen recht hebben op gelijke kansen, een passende baan. En door middel van anoniem solliciteren gaan we dat niet voor elkaar krijgen. Het kan zo zijn dat je je naam verbergt, maar als je op gesprek bent, dan zien mensen nog steeds wat voor een achtergrond je hebt. Dus wij zien dat niet als een oplossing. Wat is dan wel de oplossing? Wij denken dat het goed zou zijn als je bedrijven die discrimineren gewoon keihard aanpakt. Nageld aan de schandpaal noem ik het even. Naming en shaming? Naming en shaming, zeker weten. Bedrijven die discrimineren. Uitzendbureaus, daar hebben we het afgelopen week veel over gehad. Hè. Mensen met een Turks, Marokkaans of Surinaams achtergrond zijn schijnbaar niet overal welkom. En uitzendbureaus die werken daaraan mee. Wij vinden dat het bekend moet worden gemaakt welke uitzendbureaus dat zijn. En welke bedrijven zijn die daar opdracht toe geven. Network.